afgelopen jaar heel dicht bij een unieke prestatie. Je had een stage gewonnen. Je was de eerste die zo'n mooie stage wist te winnen. Ja, uiteindelijk val je uit. Ik denk dat je er misschien nog wel eens een keer aan terugdenkt van potverdorie. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je wil het dan afmaken. Hè? Ik bedoel, we waren heel goed op weg voor een podiumfinish. En eigenlijk op dat moment lagen we tweede. We hadden de man voor ons al ingehaald. Het was heel zuur. Want je zei het nog, geen gekke dingen doen. We willen gewoon finishen. Ja, absoluut. Ik bedoel, het was ook een makkelijke proef. Het was met name hele lange halen en mooie paden. En uiteindelijk mechanische spot, hè, kan gebeuren. En al met al, ik moet eerlijk zeggen, ik voor mezelf voelde het als een overwinning. Ik bedoel, een mooie Dakar gehad. Een etappe gewonnen. Echt een hoop top 5 prestaties. Top 10 sowieso. Dus dat was heel gaaf. Een bevestiging dat je er gewoon echt bij hoort. Ja, ik denk het wel. Dat wil natuurlijk nog niet automatisch zeggen dat je dan dit jaar er ook bij hoort. Maar goed, daar ga je dan wel een klein beetje vanuit. Simpelweg, de auto is goed. Het team is goed. Andere navigator? Andere navigator is wel een puntje. Xavier is ervaren. Michel Perrin had nog iets meer ervaren. Al met al, Xavier en ik zijn goed op elkaar ingewerkt en ik denk dat wij nu voor de Dakar toch wel een mooie prestatie kunnen neerzetten. Ja, want een paar weken geleden hebben jullie samen eigenlijk de draad weer opgepakt met de Rally du Maroc. Ja, Rally du Maroc, 2,5 week geweest al met al. We gaan nog 2 rallies rijden met de gewone rallyauto om zoveel mogelijk wedstrijdkilometers te rijden. En daarna nog test in Peru om goed in ieder geval beslagen ten ijs te staan. Ja. Wat kun je zeggen over de ontwikkeling van de auto? Weer kleine stapjes gemaakt? Ja, ik denk de auto die heeft inderdaad kleine stapjes gemaakt. Een van de belangrijkste dingen is toch wel dat de auto toch weer een iets andere zitpositie heeft voor onszelf. Vorig jaar lagen we in die auto, nu zitten we wat meer in die auto. Dus op veel punten is de auto verbeterd. Al met al zijn we er wel tevreden over. En met name techniek hebben ze doorontwikkeld. En dat heeft ze in Marokko zich wel bewezen. Niet uitgevallen op technische dingen, dus helemaal perfect. We gaan jullie weer volgen. Ja, graag. Succes. Oké, dank je.